langste afstand sinds 2004. Het kogelstoten met Amerikaan Ryan Whiting. Wereldindoorkampioen in 2012. Is in vorm. Had al de beste jaarprestatie achter zijn naam staan. Maar dit is veel verder dan die 21-74. Dit is dik over de 22 meter voor Whiting. 22-28 om precies te zijn. En ook dat is dus een flinke verbetering van de beste jaarprestatie voor Ryan Whiting.